applausje voor Casper, want man, dat kan je gewoon sturen, zeg. Ik heb ook net Kanko, want ik moet het zo meteen doen. Kanko van Licht en Geluid. Ja, moet je even zeggen, voor Kanko natuurlijk. Voor Tom. En daar komt mijn eerste gedicht. Geef me een kans uit te leggen wat ik niet snap. Laten we ontdekken wat ik nou eigenlijk bedoel. Wat ik eigenlijk vind, wat ik eigenlijk wil zeggen. Weet jij misschien wel beter dan ik? Ik ben ook gewoon begonnen, misschien wel eerder dan jij. Jij begon misschien wel met eindigen. Om te begrijpen wat ik nou eigenlijk denk. Nou, de meeste gedichten heb ik eigenlijk afgeschreven in de trein toen ik hierheen ging. Dus het zijn echt verse gedichten van Lente. En nou ja, ik heb ze ook meestal nog naar niemand laten luisteren, omdat mijn moeder dan altijd bezorgd wordt als ik een gedicht laat luisteren. En ze zegt, oh, meen je dat nou echt? Wat zielig. Dus nou ja, meestal laat ik naar niemand horen. Je had het toch ook eentje over drank gebruiken en zo, dat je alcohol drinkt. Die ga ik niet voor lezen. Nee. Achterom, maar ik loop vooruit, een beetje struikelend misschien. Ik vraag me af of ik op dezelfde manier terugkijk. Met een glimlach naar wie je was, naar wie ik was. Vanaf dit